Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Onder de Loep, waarbij ik dus producten vanuit AliExpress, Banggood of de Action of de Hema koop en ze beoordeel of ze daadwerkelijk goed zijn voor zijn prijs. En nu denk je vast, waarom zit Sander, waarom zit hij zo apart op deze locatie? Ik heb dus een soundbar gekocht van Banggood voor ongeveer $90. En als ik nu kijk eigenlijk op een website is hij $127, dus ze hebben de prijs verhoogd. Maar vind ik het daadwerkelijk ook waard voor zijn prijs? Dat is het ding. Er is enkel de soundbar, dus je krijgt voor de rest niks erbij, zoals een subwoofer of andere speakertjes en dat soort dingen. Alles zit dus hierin. Dit is dus een Blitzwolf AASAR1 soundbar. Het heeft 60 watt vermogen en heeft Bluetooth 5.0. Voor de rest heeft hij op de achterzijde heeft hij nog een HDMI ARC aansluiting. Heeft hij een optische aansluiting en een AUX aansluiting. En als we aan de rechterkant kijken van het apparaat heb je nog de stroomknop en een volume omhoog en omlaag knop. Ook krijg je nog een afstandsbediening bij deze soundbar. En één ding is wel even belangrijk om te weten, dat je wel volle batterijen hierin doet. Want ik had bijvoorbeeld hiervoor batterijen ingedaan die blijkbaar al leeg waren. En dan denk je vast van, nou dan zal het niet werken. Nou, het werkte af en toe. En dat is een stront irritante. Je moest 1000 keer drukken voordat het echt reageerde. Dus ik dacht van, nou, dit bereik is ook gewoon letterlijk waardeloos. Maar het tegendeel was gewoon de batterijen, nieuwe batterijen ingedaan. En het werkt gewoon perfect. Het reageert heel goed en verder geen problemen meer mee gehad. Maar als eerst, laten we dat ding even aanzetten en eventjes eerst via Bluetooth audio afspelen. En dan kun je ook een beetje nagaan hoe snel je dat werkelijk verbindt met je toestel. Je hoort dus eerst poep poep, dan zoekt hij. En poep, dan is hij zeg maar verbonden. Dus let's go. En dat is best wel hartstikke keurig en snel. Dus dat is helemaal dikke prima. Nu is natuurlijk de vraag, hoe speelt die geluid af? Dus ik ga even geluid afspelen en dan gaan we even zien hoe dat allemaal klinkt. En ook zoals je kan zien kun je met de afstandsbediening ook gewoon pauzeren en skippen en al dat soort dingen. Dus je hoeft niet altijd je telefoon dus bij te pakken, wat fijn is. Ja, wat zou ik zeggen over het geluid? Ik vind het best wel lekker klinken. Het klinkt wel lekker helder en de bas is ook wel lekker. En ik heb het natuurlijk al een maand gebruikt deze speaker en ik ben best wel tevreden over hoe het gewoon allemaal klinkt. Nou moet ik zeggen, het is niet grandioos. Laten we daar even eerlijk over zijn. Het is niet zeg maar als je de bas op voluit zet dat je hele kamer gaat trillen en dat de buren wakker liggen om het getril zeg maar. Dat absoluut niet. Maar het doet het best wel aardig. Het klinkt goed. En als je de treble aan wil passen, dan kan het ook via de controller. Dus dat is heel fijn. Nu gaan we over op de input. Dan gaan we naar AU. En dat is dus voor de AUX-kabel, want we hebben de tv aangesloten natuurlijk op de AU. Dus we gaan de tv aandoen en dan laat ik even weten hoe dat is. Dan pakken we even een kort stukje van de film
pak me even voor. Ik weet niet of het mag op YouTube, maar ik heb zoiets van... ik doe het gewoon lekker. Even wat luider. Dit is de maximale volume. Hello everybody. In my hands I hold the driving directions to this year's detective. En als je natuurlijk nu de speaker uitzet, dan heb je geen geluid meer. Maar het enige wat ik wel graag had willen hebben op deze soundbar is gewoon extra bas. Op dit moment is dat gewoon leuk aanwezig. En niet zeg maar dat ik denk van, nou, dit is echt gaaf dat je lekker te trillen, zeg maar, als je een film kijkt. Dat is het nu op dit moment niet. En dat wil ik op zich graag wel willen hebben. Maar aan de andere kant woon ik ook in een appartement. En ik denk niet dat de buren heel snel zitten te wachten op gigantisch veel bas van een subwoofer. Dus in die opzicht is het ook wel prima. En heeft het gewoon net de goede hoeveelheid bas aanwezig voor je geluid. Ook natuurlijk omdat de speakers aan de voorzijde zitten, krijg je natuurlijk het geluid direct naar je toe. Oftewel, het klinkt gewoon helder en het klinkt gewoon goed. En over het algemeen ben ik gewoon super te spreken over de audio kwaliteit. En vond je deze video leuk, behulpzaam en innovatief? Zorg dan natuurlijk een duimpje omhoog en abonneer natuurlijk voor meer. En ik zie je allemaal weer in de volgende keer. Doei!